heel even kijken naar mijn houding voor de boomstam en luisteren naar het gas geven. En met het optillen van het voorwiel en van de motor zoveel mogelijk je armen buigen. Op het moment dat je hem raakt, heel kort fel gas geven, want de tweede stoot gas is om er echt overheen te komen. Met koppeling of zonder koppeling? Altijd met koppeling. Want met de koppeling bepaal je hoe lang en hoeveel aandrijving er bij jouw achterwiel komt. En met jouw gas geven ondersteun je het alleen maar. Dus die inderdaad is altijd op. Probeer eerst gas te geven en dan pas de koppeling los te laten, zeg maar. Ja, maar je moet... Maar dat, En op het moment dat je hem raakt, moet je het gas al klaar hebben om dan meteen heel kort heel fel de koppeling los te laten. Het lastige is dat op zo'n moment dan slaat toch weer de, hoe zeg je dat, de paniekreactie toe en dan denk je niet meer echt na. Eerst gewoon rustig aan beginnen. Ja. Mm-hmm.
Ja, ja, zeker. Het oppakken van het voorwiel doe je op het koppel van de motor. En op het moment dat je hem raakt, gebruik je pas het vermogen van de motor. Maar dan moet je zorgen dat je dus met de toeren hem al klaar hebt staan. Dat je alleen met de koppeling hem laat schieten. Heel kort. Oppakken is een wat langere, tragere beweging. En het aanraken is een hele korte, felle beweging. Goedemiddag. Ja, die gaan allemaal.
bijna niet. Dus ook op de makkelijke afdalingjes, heren, overdrijven, met je benen recht houden, ellebogen naar buiten en bij. Daar rechtdoor het pad omhoog rijden. Boven heel even wachten.
camera. Ik ga even achter je langs, oké? Het is hier zo heerlijk glad. Glad hier, hè? Dankjewel.
proberen met het bewegen minder door je benen te zakken. Want dan op een gegeven moment dan boven, word je er een keer op afgerekend. Ja. Proberen meer armen te absorberen en je mag zeker wel met je benen absorberen, maar kortere bewegingjes en dan elke keer ook weer proberen, opnieuw proberen uit te strekken. Ja, gelijk te gaan staan, hè. Dat je weer terugkomt eigenlijk in je basishouding, want anders dan ga je absorberen en dan denk je van, oh, ik moet weer absorberen. Ja. En dan op een gegeven moment gaat het tegenwerken. Dan zit je. Ja. Nee, maar dat is best lastig. Heel veel mensen die absorberen. Kijken wanneer ik naar achter hak. Daarna
je niet als een opstap. Wat zeg je nou? Dan ga je niet als een opstap. Niet er tegenop rijden. Ja, wel dat tegenop rijden. Niet of tegen opzetten. Niet, opzetten. Niet gewoon er tegenop rijden. Ja. Ah. Alleen maar eerst absorberen. De juiste druk van het stuur af. Ja, ja. En dan op het moment dat je dus ziet. Huh? En dan laat je alleen de kop erin komen. Ik probeerde inderdaad steeds dezelfde techniek als met een balkje, zeg maar. Nee, dit is een hele andere techniek. Nou, nog eens proberen. Als er die steen niet voor zou zitten, nou, liggen, precies, dan wel. Helemaal, moet je hem als een opstap rijden. Nou kun je hem een beetje als een helling rijden. Ja, ja. Meer naar het midden toe. Ja, okay.
4. Chicken Route is linksaf, toch? Het is een klein stukje en dan meteen links. Nou, ik dacht helemaal naar boven. Nee, dat is niet zo fijn. Vier stap direct op. Ja, ik wel. Ja. Jullie. Ja, ik zie het. Hè. Het is glad. Thank you.
wat er boven zit. Hè? Sprongetje. Slijpen, hè? Ja, daar eigenlijk de buitenbocht moeten nemen. Ja, nog een keertje. De terug laten zakken, maar inderdaad vanaf hier te zien het rechte spoor, hè, naar beneden, net tot aan die boomstam. Even die boomstam weggooien en een nieuwe aanloop gewoon helemaal nemen. Beetje versleten achterband ook, maar... Ja, het zo te zien wel, ja. En je rijdt met een moes op. Ja. Willy! Thank you.
Yo, kan ik al of niet? Even wachten. Ja, waar maak je snelheid dan hier? Ja, waar jouw voordeel nu is, als je daar bent, dan ga je pas echt versnellen. Want anders dan vlieg je de bocht uit. Ja. Dan ga je dan dichtrijden, dan denk je van goed naar de bocht niet aan. Wat je wilt doen, moet je zorgen dat je alles moet je maximaal proberen op het achterwiel te doen. De banden schoonmaken. Ja. Waar maak je? Ja. Hij is gewoon jaloers op mijn achterband. Ik vind het niet uitdagend om zijn band te zien. Dan zeg ik, kan het niet beter hoor. Ja, hij ligt er wel echt tegenwoordig wel echt slecht bij. Ja. Eerst had je een beetje plateautjes. Ja, oké. Okay. Dan kon je hem elke keer. Ha, ja. Ha, en hij is elke keer op vol wel ergens tegenaan te. Ja.
Zeg, de grootste prutser van je training, die had het wel. Nee, dus ben je niet de grootste prutser. Want je bent wel boven. Dat wel. Dus het is gewoon goed. Het lukt vaak wel, alleen niet mooi. Bovenkomen telt, joh. Ik moet wel eerlijk zijn. Trap hem in de vrij. Ja, vorige stuk, de compliment. Die heuvel. Huh? De
vorige stuk, dat was gewoon onmogelijk. Nee hoor. Nee, kom man. Dankjewel. Oh god. Tering, ga maar hoor. Nee, ik wou die kant op. Daar waar je reed heb je wel grimpje geweest, denk ik. Ja, best is hier een beetje rechts langs. Nou, geen zin, naar rechts of links. Ja, je kan beide kanten op. Ik ben ook zo moe. Ik kan gewoon niet meer met één vinger koppelen. Nee. Gewoon geen kracht meer. Shit. Ja, dat dacht ik ook al. En toen zag ik jou. Je kan beter beneden blijven. Woe! Glad, 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 glad. En daar hebben we snel. Ja, we hebben hier iemand met 6 gebroken ribben het ziekenhuis in.
even heel krachtig. Dan kom je er niet overheen. Maar dan kom je wel gecontroleerd aan de twee daar. Daar ging te hard overheen. Dan sta je stil tegen de twee. Ik heb hem ook al uitgepakt. Had ik niet naar achteren. Thank you.
Jezus. Wat zeg je? Wat je nou hier net denkt met de motor, ja. Moet je daar ook doen. Ja. Ja, maar dan ga je zeg maar van de berg af en dat is eng. Toch is dat wel heel belangrijk om de bocht te geven.
Dat was pure paniek.
Wel proberen, Mario. In het midden van gaat verder naar voren gaan zitten. Bovenlichaam mag wel een beetje naar achter. Nee, als je opstaat, moet je juist naar achteren gaan hangen. En dan mag je wat doen als je weggereden bent. Dus je rijdt weg en daarna doe je dit. Precies op het goede moment ook heel even licht gemaakt. Goed genoeg. Ja. Laat met je voet op de voet en complete voet. Je moet het punt van je laars gebruiken.
Ja? Tering. Ah, wat je er moe van. Ah, ja.
Nog een keer. Ah. Je hebt mij niet gezien. Thank you.
bovenlichaam naar achteren. Dan gewoon gewoon slap. Mag niet uit. Hey, ga je maat eens helpen? Waar is die? Hier. Hier, ho. Je bent er ook geholpen dan.
ook maar tegen Alex of wij even naar de afspuit zijn. We rijden even naar de afspuit.